En dan gaat koning, dan gaat de priester Ezra en die bouwt de tempel. Maar na een tijdje is de hele boel niet zoals het wezen moest. Was één grote ellende in Jeruzalem. En daar krijgen wij Nehemia. Nehemia was namelijk een schenker. In het Engels cupbearer. Hij was de schenker, de wijnschenker van de koning. Hij moest de koning adviseren. Hij was natuurlijk altijd bij de koning. Hij moest proeven of de wijn goed was. Hij wist precies welk jaar het was. De goede oogsten. Een fijnproever. En natuurlijk was het daar voor de zekerheid van als er iemand gif wilde doen in de kan van de koning om hem te vermoorden, dan was Nehemia eerst aan de beurt. Nehemia was de proever, de wijnschenker van de koning. En hij was in zijn tegenwoordigheid, hij genoot van alle luxe van het hof. Hij was een vertrouwensman, adviseur van de koning. Hij had het helemaal naar zijn zin. Geweldig. Nergens gebrek aan alle luxe, alle comfort die hij maar wilde hebben. Maar hij is een man met een groot hart. We gaan met elkaar lezen in Nehemia hoofdstuk 1. Slaat u met mij op. Nehemia hoofdstuk 1. Ezra, Nehemia en Esther zijn eigenlijk drie boeken die bij elkaar horen. Ze spreken allemaal over dezelfde periode van het einde van de ballingschap van Israël en allemaal onder het Perzische Rijk. Gebed van Nehemia voor de Israëlieten. De geschiedenis van Nehemia, de zoon van Gakalia. In de maand Kislev, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Hanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen, die uit de gevangenschap waren overgebleven. En ook vroeg ik ze naar Jeruzalem. Ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeerden in grote rampspoed en smaad. En de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagenlang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zei, ach Heere, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goede tierenheid gestand doet jegens hen die u lief hebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot u opzend. En ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten die wij tegen u bedreven hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen u misdreven. We hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen die gij aan uw knecht Mozes geboden had. Doch gedenk aan het woord. Kan het niet ietsje scherper, meer treffen? Doch gedenk aan het woord dat gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt. Pleegt gij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Maar bekeert gij u tot mij en onderhoudt gij naastig mijn geboden, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Ach, Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten die een welgevallen hebben aan de vrezen van uw naam. En doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Oké, dat was een hele mond vol. We gaan met elkaar vanmorgen bestuderen het boek Nehemia en wat ik al zei, dat allemaal in verband met het feit dat wij de gemeente willen reorganiseren en wat wij willen kijken van Heer, waar zijn de muren van onze stad, van onze gemeente,
verbrand? Waar zijn de poorten verbrand? Waar zijn er hiaten? Waar zijn er gaten? Nehemia, wat ik al zei, was een stadhouder later. Hij was hier eerst een wijnschenker. Maar hij was een man van God boven alles. En hij hoorde van zijn broeder Hanani dat de situatie in Jeruzalem afschuwelijk was. En hij gaat ervoor bidden en God gaat wonderen doen in zijn leven. Maar wat ik wil benadrukken vanmorgen is dat Nehemia een man was die echt gaf om het volk van God. Hij was niet zomaar iemand, maar hij was iemand die heel bezorgd was om het lot van Jeruzalem en om het lot van de anderen. En ik denk dat is een van de dingen die zo belangrijk zijn vanmorgen in ons midden, dat wij mannen en vrouwen zijn met bewogenheid. Dat wij mannen en vrouwen zijn die zich bekommeren om de gemeente. Dat wij een hart hebben voor de gemeente. Ik weet niet waar u bent vanmorgen, maar ik wil u uitdagen vanmorgen om te zeggen: Heer, met mijn hele hart wil ik meewerken aan deze gemeente. Ik wil mijn schouders eronder zetten en ik wil mij zorgen maken. U weet dat mooie verhaal, of dat... Kunt u die fan een beetje voor me draaien, want alles waait hier weg. Laatst zag ik die... Ik weet niet wat dat betekent. Ik was laatst op een conferentie en daar zagen we een hele leuke video. Wie heeft wel eens gehoord van Apollo 13? Apollo 13. En wat is het gezegde van Apollo 13? Houston, we have a problem. Het was niet een heel correct citaat, maar dat was anyhow, dat is wat in die film naar voren komt. Hè? Houston, we have a problem. Oh, sorry. Wat een introductie. Ik vergat het helemaal. Niet helemaal te zien, laat me weg. Beetje te vaag. Houston, we have a problem. En we weten allemaal, je ziet een paniek breekt uit in de controlekamer daar in Houston. En iedereen begint te schreeuwen door elkaar heen. Iedereen rent naar zijn computers, maar er is geen oplossing. En eentje neemt de leiding en zegt: hey mensen, luister, we gaan er wat aan doen. Laten we allemaal de koppen bij elkaar steken. Iedereen stil, luister. En er wordt een plan ontwikkeld. En ze krijgen die mannen terug op aarde. Weet je, en dat is eigenlijk wat ik met elkaar wil bespreken vanmorgen. We have a problem. We willen een gemeente hebben. We hebben nu bijvoorbeeld zondagsschoolmensen nodig. Die willen werken. Maar we hebben al een paar mensen die al jarenlang werken. En die willen graag eventjes tussenuit. En vanmorgen zijn er anderen die op gaan staan en zeggen: wij willen in de bres gaan staan. Wij willen die plek gaan innemen. We have a problem, Houston. Waarom puilt deze gemeente niet uit van mensen? We have a problem. En je moet altijd eerlijk zijn, hè? Want je kunt zeggen van: ja, alles gaat heel fijn. We hebben een goede voorgang. We hebben een prachtig gebouw. We hebben zoveel goede teams die werken. Schoonmaak en zondagschool. We hebben een geweldige organisatie. Maar weet je, als je eerlijk bent, dan zeg je van: wat is de impact die we hebben op Curaçao? Hoeveel mensen helpen wij om Jezus te leren kennen? Hoeveel mensen worden getransformeerd door de kracht van de Heilige Geest?
En als je dat gaat afvragen, dan zeg je, we have a problem. Ja, we moeten er wat aan doen. En dat is eigenlijk het mooie van dit verhaal van Nehemia. Nehemia was een man die het probleem onderkende. En hij was een man die bezorgd was om wat er plaatsvond in dat land, in de stad van Jeruzalem en daar onder de gelovigen. Weet je wat het probleem is, denk ik, vandaag de dag? Dat wij allemaal een beetje ongevoelig worden voor problemen. En dat wij niet meer die bewogenheid hebben. Als je net leest van 11 mensen vermoord in de synagoge in Amerika. Je hebt eigenlijk gewoon eelt op je hart. Hè? Want het grijpt je natuurlijk even aan. Ik ben ook een beetje Joods. En het antisemitisme komt weer omhoog overal. Maar je bent er zo makkelijk stapje eroverheen. We hebben allemaal problemen in ons eigen leven. En we zijn door de televisie gebombardeerd met allerlei beelden. Syrië doet je al niks meer. Jemen, je bent eventjes aangeraakt als je dat magere kind ziet, fel over been. Maar je slaapt er even lekker overheen. Ik denk, we have a problem if we lose our sensitivity. Als wij niet meer kunnen voelen met de noden van de ander. Als wij geen visie meer hebben van wat God wil doen in zijn gemeente. Weet je, ik ben zo blij dat God ons visie geeft. Visie betekent zien in de geest waar we over een jaar willen zijn. Dat we hier een school hebben van mensen die tot bekering komen. Die worden veranderd. Die leiderschapsprincipes leren. Die de principes van de Bijbel leren kennen. Die leren vasten en bidden. Die met God gaan wandelen. Dat is mijn visie. Een gemeente gevuld met mannen en vrouwen van God. Die vol zijn van de Heilige Geest. Dat is onze visie. En daar willen wij zijn over een paar maanden, over een jaar. En daar willen we zijn over 2 jaar. Maar er zijn allerlei strategieën die we willen gaan toepassen. En die willen we met elkaar gaan leren. En dat is, we hebben een cursus die we nu doen met de leiders. Dat wij een nieuwe structuur aanbrengen. Andere strategieën, zodat wij werkelijk veel meer mensen kunnen winnen voor Jezus. Ik las een mooi citaat in een boek wat ik heb. Daar staat, a proper church structure does not ensure spiritual or numerical growth. All it does is facilitate growth. It is only the Holy Spirit who can bring people into a relationship with Jesus Christ. Amen? En daar gaat het om. Maar wij willen een structuur brengen in de gemeente, zodat wij groei willen kunnen faciliteren. Maar het begint met het onderkennen van, Heer, waar zijn wij mank? Waar gaan wij mank als gemeente? Wat kunnen wij anders doen? Zodat heel Curaçao, ik was in Amerika in een revival in Brownsville, jaren geleden. En weet je, daar stonden de mensen vanaf 4 uur 's morgens in de rij. Hele lange rijen om binnen te kunnen komen in de kerk. En dat is wat God wil doen. Dat er hier geen plek is, dat er rijen staan buiten, dat de balkons gevuld zijn. Het balkon boven, de lobby gevuld is. Dat er zoveel mensen zijn die zeggen van, wat jullie hebben, dat wil ik ook hebben. Mensen, we hebben levend water. We hebben eeuwig leven. We hebben de tegenwoordigheid van God. We hebben de grootste rijkdom die mensen maar zich kunnen voorstellen. Vrede met God. Blijdschap uit de Heilige Geest. Mensen, het is niet te koop met geld. We hebben het allerbeste. Maar waar zijn de mensen? Waar zijn de mensen die willen komen om te drinken van dat levende water? Wat doen wij fout? Houston, we have a problem. Maar weet je, wat ik al zei, we moeten ons hart weer openen en zeggen, Heer, geef mij die bewogenheid. Geef mij weer die liefde voor het verlorene. Help mij om weer te zien dat iemand zonder Jezus voor eeuwig verloren gaat. Geef me weer die liefde, Heer, dat ik kan roepen tot u voor deze zielen die verloren gaan. Dat ik bewogen ben met een hart vol van liefde. Mensen, ik weet dat velen van ons pijn hebben. Het zijn mensen die elke dag pijn hebben.
Het zijn mensen die allerlei handicaps hebben. En je bent zo druk met jezelf bezig dat je als het ware geen energie meer over hebt om voor de ander te zorgen. Maar weet je, wat ons mens maakt, is dat wij liefde hebben voor de ander. Wat ons onderscheidt van de dieren, is dat wij mee kunnen voelen met de noden van een ander. Dat wij kunnen praktiseren wat de Bijbel zegt: wees blij met de blijde en weent met de wenenden. God wil ons een hart geven van compassie, een hart van liefde. Vroeger was er een prediker die had een hele mooie slogan en die noemde dat Compassion Explosion. En hij zegt, when you have a compassion explosion, dan gaat die kracht van God vrij worden. Hè? Dat heeft, hoe heet dat meisje ook in Mozambique, Hedy Baker. Hè? Hij zegt, gewoon als je voor iemand gaat bidden, gewoon die liefde van God laten stromen door je heen. Gewoon die persoon lief hebben. En zo eens zijn met hem dat je voor hem bidt en dat de kracht van God vrij wordt gezet. En die persoon binnenstroomt. Dat is het hart wat God wil in ons hebben. Een hart van liefde, een hart van zorgen voor die anderen. Een hart wat bewogen is. He, ik ben blij met u allemaal als gemeente. Ik ben blij met wat we hier hebben. Maar mensen, ik besef ook, we have a problem, want er is veel meer van God. Veel meer van zijn kracht, van zijn volheid, van zijn heerlijkheid. En daar moeten wij met elkaar voor gaan bidden en vasten en gaan zoeken, totdat God ons een hart geeft wat bewogen is. Amen. Een hart wat voelt met de ander. Nehemia was een man die 4 eigenschappen had, of 4 zaken waar hij toe kwam omdat hij een bewogen hart had. En dat wil ik even met u bekijken. Het eerste wat ons laat zien dat Nehemia een hart had vol van zorg voor de ander, een hart wat vol van liefde was, was dat hij informeerde naar de welstand van degene uit Jeruzalem. Kijk, laten we even lezen, vers 2. Hij zegt, vers 1, toen ik in de burcht Susan was, komt tot mij Hanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen, die uit de gevangenschap over waren gebleven, en ook naar Jeruzalem. Het eerste wat wij zien bij Nehemia, hij is zodanig bewogen en betrokken bij zijn volk, dat hij informeert. En dat hij vraagt naar de welstand van zijn broeders. Hij zegt, hoe is het? Alles begint als wij inderdaad bereid zijn te informeren naar die ander. Weet je, we hebben allemaal dat oppervlakkige, hoe gaat het? En we wachten niet, hè? We zeggen, goed hè, God zegen je. We zijn bang dat die persoon gaat zeggen, niet zo erg goed, want ze hebben mijn stroom afgesneden en ik kan het niet betalen. Is wel rot voor u, hè, zuster? Dag. We zullen ervoor bidden, hoor. Ja, dat is een hele goedkope manier. Hè. Daarom, we zijn vaak mensen die liever niet informeren hoe het met die ander gaat. Want we weten, als je gaat informeren, komen er problemen van. Hè. Nehemia was een man die genoeg geïnteresseerd was, genoeg liefde had, dat hij bereid was om te informeren naar de welstand van die anderen. En ik kreeg een afschuwelijk antwoord. Hè. Ze zeggen, en ik vroeg aan hen naar de Joden, en ze zeiden mij, de overgeblevenen die daar in het gewest uit het gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Hè. Wat een afschuwelijke situatie. Hij krijgt een antwoord wat hem helemaal van stuk maakt. Hij is een man die bewogen is, hij informeert, maar niet alleen maar om te informeren. Hij ziet de feiten ook onder ogen. Hij weet dat als je informeert dat er een prijs te betalen is naar het antwoord. Maar hij vraag niet alleen maar. Hij zei niet, het zal wel goed komen. Hij zei niet van,
ja, jammer voor die mensen. Hè? Wat afschuwelijk. Hè? Wat het lot ze heeft getroffen. Hè? Zo zijn wij vaak met elkaar bezig. Zo oppervlakkig. Hè? Wat erg voor die mensen. En ik zag het in Amerika, hè, op televisie, hoe ze daar twee soorten christenen. Hè? Die ene die zegt van, ja, die buitenlanders moeten we binnenhalen en we moeten goed voor ze zijn. En die andere die zegt van, ja, maar ze zijn wel illegaal en we moeten de wet moeten we handhaven. Ja, ik heb dat probleem al een keertje hier behandeld. Ja, ik hou een beetje van de illegaliteit. Maar ik ben een beetje rebels. Maar dat is natuurlijk heel, heel, heel moeilijk. Hè? Want van de ene kant natuurlijk kan je niet iedereen binnenlaten. En moeten er wetten zijn en grenzen en een procedure om een vergunning aan te vragen om binnen te mogen komen. Maar van de andere kant heb je de realiteit van de illegaliteit en zoveel illegalen die er zijn. En die hebben ook werk nodig en die hebben ook brood nodig. En die moeten we houden uit de criminaliteit, et cetera, et cetera. Hè? Als je informeert, dan zijn er ook gevolgen aan verbonden. En Nehemia was een man die zoveel liefde had dat hij informeerde. Niet alleen maar als informatie, maar ook om er iets aan te willen doen. Hij was zodanig betrokken bij deze mensen dat hij er zich ook mee wilde vereenzelvigen. De Bijbel zegt, zodra ik deze woorden hoorde, zet ik mij neder, weende en bedreef rouw dagenlang. Amen. Hij vereenzelvigde zich met dat volk. En hij trok het zich persoonlijk aan wat er gebeurde. En mensen, dat is wat wij willen. Hè? We willen met elkaar vanmorgen zeggen, we willen de gemeente hebben als een geweldige bruid van Christus. Maar het eerste wat we moeten onderzoeken van Heer, ik wil geïnformeerd zijn. Waar kan ik functioneren in de gemeente? Waar kan ik meer geven? Waar kan ik meer betrokken zijn? Wat kan ik helpen doen dat als mensen hier binnenkomen, dat ze inderdaad worden opgevangen, dat ze de liefde ontvangen? Heer, ik wil weten wat mijn taak is. Ik wil beseffen, we have a problem because people are not lining up to visit this church. En we kunnen tevreden zijn. Vele mensen zeggen, ja, tevredenheid is een deugd. En dat is waar. Maar tevredenheid is ook een ondeugd als je niet meer verlangt van God. Als je geen honger hebt naar meer. Als je niet kunt zeggen met David, als een hert dat naar water stromen smacht, zo verlangt mijn ziel naar u, o Heer mijn God. Dat is die heilige ontevredenheid. Heer, we willen meer zien van uw kracht. Ik ben zo blij met mijn zusje, die zus. Ga even staan, zuster. Lente panorato. Abo, si. Ze kwam 2 weken geleden naar voren. Ze moest een operatie ondergaan. En we hebben samen gebeden. En ze maakte haar open en er was niks meer te zien. God is een goede God. God is een God van wonderen. God werkt in zijn gemeente. God is bezig. Maar we willen meer zien, mensen. Amen. Ik hou niet van, weet je, mezelf voor de gek houden. We have a problem. Onze impact op Curaçao is zo klein. Er zijn nog zoveel Nederlands sprekende mensen die ver zijn van God. En wij hebben het antwoord. Wij hebben de remedie op elke ziekte. De ziekte van de sin sick soul. There is a balm in Gilead to heal the sin sick soul. And we have that balm. We have Jesus. He is the balm of Gilead. Amen. And if you have a sin sick soul, you can be healed by the power of God. Maar we moeten bereid zijn te informeren. We moeten bereid zijn ons te vereenzelvigen met de nood. U weet, Mozes die vereenzelvigde zich met het volk. Mozes was een herder en hij was op zich heel goed. Maar God zegt, ga naar Farao en zegt, let my people go. En Mozes, de Bijbel zegt, hij leed liever schande met het volk van God dan te genieten van de zonde van Egypte. Met andere woorden, hij was een prins aan het hof en hij kon zich permitteren om van een afstand te kijken naar het probleem van de Joden, maar hij vereenzelvigde zich met hen.
En hij nam het op voor een van zijn broers. En die weten dat ging allemaal een beetje fout. Maar het was wel een identificatie. Het was een vereenzelviging. En dat is een mooie bij Esra. Bij Nehemia. Nehemia is een man die zich vereenzelvigt. En hij hoort van die nood. En hij, de Bijbel zegt. En zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagenlang. Dat is de reactie. Iemand die zegt, hey, als er één dit leidt, lijden wij allemaal. Ik ga er wat aan doen. Ik ga mij één maken met de nood van die anderen. Ook vaste en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels. Is niet makkelijk, hè? Vereenzelvigen betekent dat je de prijs bereid bent te betalen. Het is makkelijk om, wat ik al zei, te vragen naar iemands welstand en je om te keren. Maar deze man die was bereid om te gaan vasten en te bidden. En soms zeggen tegen mensen tegen mij, pastor, bid en vast voor mij. Dan zeg ik, weet je wat? Vast zelf. Want vasten is helemaal niet makkelijk. En natuurlijk, als iemand echt in nood is, wil ik wel voor hem vasten. Maar als iemand het huiswerk aan mij wil overschuiven van, pastor, vast jij en bid maar, dan heb ik het makkelijk. Dat is niet de bedoeling. Maar wel natuurlijk, als je samen wil vasten en bidden, samen gaat roepen tot God. En dat is wat deze man doet. Hij maakt zich één met de nood van die ander. Hij is bereid om ook de prijs te betalen. U weet, de Bijbel zegt, denk aan de gevangenen als mensen die zelf ook een lichaam hebben. Weet je, er zijn zoveel broeders en zusters van ons. Weet je dat er meer christenen worden vermoord nu dan ooit in het verleden? We hebben het allemaal over de tijd van Nero, wat zoveel christenen werden verbrand. Maar in deze eeuw, of een 20e eeuw, 21e eeuw, zijn er meer christenen vermoord om hun geloof dan in de hele kerkgeschiedenis. Het is zo afschuwelijk dat christenen lijden om de naam van Jezus. En hoe ver zijn wij nog betrokken? Lezen wij wel bladen zoals Open Doors, die ons informeren over het lot van christenen? In Pakistan, in Noord-Korea, in die kampen waar ze worden misbruikt en ze worden verhongerd. En allerlei ellende die ze meemaken in China, waar de kerk nog steeds wordt vervolgd. Hoeveel leven wij mee met deze mensen? Bidden wij wel voor die mensen? Zijn wij betrokken bij deze mensen? Offeren wij om hun te helpen? Zijn wij bereid om met hun mee te voelen? Terwijl zoveel christenen in de wereld geen eten te hebben, hebben wij een ander probleem. Hoe vallen we af? Elke keer denk ik, als ik die weegschaal gaan staan, denk ik, ai, 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 ik ben weer een paar pondjes te zwaar. En dat is ons probleem. Maar hoeveel identificeren we ons echt met de nood van andere mensen in deze wereld? Wanneer was de laatste keer dat wij hebben kunnen huilen voor die ander? Gaat u op uw knieën zoals Nehemia en huilt u, Heer, om het lot van mijn broeders en zusters daar. Weet je, het is gek, hè, maar ik dacht erbij na van, hoeveel beseffen wij dat wij broers en zusters zijn? Als wij broeders en zusters hebben in het vlees, dan zijn wij in alle staten als het hun verkeerd gaat. Maar weet je, de banden van Golgotha zijn sterker en langduriger dan de banden van het bloed en het vlees. Want mijn broer en mijn zuster op deze aarde, als zij de Heer niet aannemen, zijn onze banden bij de dood voor altijd verbroken. Maar de mensen die met ons verbonden zijn door de banden van Golgotha, door het bloed van Jezus, wij zullen in eeuwigheid broeders en zusters zijn met elkaar. Hoeveel denken wij nog eraan? Hoeveel voelen wij nog mee met mensen die lijden? Het grote probleem wat ik al net zei is dat wij zo ongevoelig geworden zijn. We hebben een hard hart gehad. En de Bijbel zegt, bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Daaruit zijn de oorsprongen des levens. Als ons hart gevoelig blijft, mensen, dan leven wij pas. Maar als wij onverschillig worden, minotingonis. Ik hoor wel van problemen, maar het raakt me niet, hè.
Of we willen soms helemaal niet informeren, want wat ik niet weet, dat schaadt mij ook niet. Wat je niet weet, dat deert je niet, en zeggen we wel eens. Maar mensen, laten wij mensen zijn die zeggen, Heer, ik ben geïnteresseerd. We have a problem. We want to see more of Jesus. Amen. We hebben een probleem. Laten we het erkennen. En laten we zeggen, Heer, ik wil mezelf vereenzelvigen met deze mensen die een probleem hebben. En kijk wat Nehemia doet. Hè? Nadat hij heeft gevast en gebeden, zegt hij, en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten die wij tegen u bedreven hebben. Hij zegt niet die zij bedreven hebben. En dat is natuurlijk makkelijk, hè? Zij zijn zondaren. Weet je, als de dingen niet goed gaan in de gemeente, is het niet de pastor en de leiding. Het is mijn verantwoordelijkheid. Heer, wij hebben gezondigd. Mea culpa. We zongen vroeger het lied, it's me, it's me, it's me, O Lord. Standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but it's me, O Lord. Standing in the need of prayer. Amen. Ik heb nodig dat God in mij werkt. En Heer, wij hebben gefaald. Wij hebben gezondigd. Weet je, er zijn vaak mensen die zeggen van, ja, maar ik wil meer van Gods kracht in de gemeente. Weet je wat ik zo mooi vind van Charles Finney? Hij zegt, als er 2 of 3 mensen in een kerk zijn die vol zijn van de Heilige Geest, dan komt Gods kracht op een geweldige wijze openbaar. Dus het is makkelijk om te schuilen achter anderen, maar het is een mea culpa. En wij hebben gefaald. Wij willen meer van Jezus. Wilt u dat? Amen. Houston, we have a problem. The people are not lining up to fill this place. We have a problem. Je kunt je ogen sluiten. Je kunt jezelf heerlijk vinden van, wauw, de collecte is niet slecht. En we hebben een mooi gebouw, dank u Jezus. Heerlijk, wat een mooie worship team. Kijk de jeugd, hoe fijn ze het doen. Thank you Jesus. Maar dan hou je jezelf voor de gek. Ik denk dat God veel meer heeft. Denk dat dit alles is wat God heeft voor ons? Zoals mijn zuster is genezen, wil God elke dag mensen genezen. Dat er niemand in ons midden ziek is, niemand in ons midden pijn zal hebben. Dat wij voor elkaar zijn op de bres. Dat als mijn broeder pijn heeft, dat ik het voel. Als mijn broeder niet te eten heeft, dat ik het met hem meevoel. Dat ik mijn portemonnee leeg om hem te helpen. Mensen, zijn wij broeders en zusters? De Bijbel zegt in de eerste gemeente, er was niemand die gebrek had. Want allen deelden alles wat ze hadden. Alles hadden ze gemeenschappelijk. Dat is familie. Dat is kind van God zijn. Dat is gezin zijn van de levende God. Dat is wat God wil doen in ons midden. Dat wij leren om met elkaar mee te voelen. De pijn van die ander. En met die ander te voelen als zij pijn hebben. Nog iets anders. Nehemia, die houdt zoveel van deze mensen, dat hij in gebed gaat. Hij gaat voorbeden doen voor deze mensen die in problemen zijn. Weet je, dat is zo'n belangrijk element. Hè? En vele mensen zeggen, we hebben alles gedaan. Het loopt helemaal niet. Laten we maar gaan bidden. Maar dat is niet, bidden moet niet het laatste zijn, bidden moet het eerste zijn. We zien bij Nehemia, het moment dat hij dat hoort van dat probleem, gaat hij op zijn knieën. Hij weet het allerbelangrijkste wat hij kan doen, is bidden. En we weten, we hebben gelezen, het was in de maand, eventjes spieken hoor, want dat is een heel moeilijk woord. De maand Kislev, hoorde hij van de nood. En ongeveer 3-4 maanden daarna gaat hij, in hoofdstuk 2 vers 1, in de maand Nisan, dat is geen automerk, maar het is een naam van een maand, in de maand Nisan in het 20e jaar ging ik naar de koning toe. En dus met andere woorden, er waren 3-4 maanden, Kislev, dat schijnt zo november, december te zijn, en Nisan is dan in maart, april. En dat is in de Joodse jaartelling. En hij gaat naar de koning met deze nood van het volk en hij gaat iets eraan doen. Maar tot die tijd blijft hij bidden. Amen. Hij bidt voor
die andere mensen die daar in nood zijn. Gebed is geen substituut voor actie, maar gebed is iets wat actie aan actie vooruit gaat. Amen. Het doel van voorbeden, zei iemand, is niet om de wil van de mens gedaan te krijgen in de hemel, maar om Gods wil gedaan te krijgen op aarde. Amen. God wil dat wij bidden, maar als je gaat bidden, dan heb je kans dat God jou gaat zenden. U weet, in hoofdstuk 9 van Matteüs zegt Jezus, bid dat God arbeiders uitzendt in zijn oogst. En in hoofdstuk 10 van Matteüs staat er, en Jezus riep nog 72 en hij zond ze uit. Als je werkelijk bidt, dan moet je ook bereid zijn om jouw gebed te beantwoorden. Dan ben je een echte bidder. Niet bidders die zeggen van, Heer, zend maar andere mensen en ik blijf lekker comfortabel thuis. En Nehemia had natuurlijk alles om niks te hoeven te doen. Hij was in een hele goede positie. Hij had allerlei excuses kunnen hebben. Maar hij was bereid om zijn eigen gebed te gaan beantwoorden. En dat wil ik even met u lezen. Nadat hij gebeden heeft, hoofdstuk 1, vers 11. Ach, Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten. En dan tot slot, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Met andere woorden, hij bidt, maar hij is ook bereid om iets te gaan doen. En hij had ook heel wat smoesjes kunnen hebben. Hij had kunnen zeggen, Heer, het is belangrijker dat ik in Jeruzalem, dat ik aan het hof ben. Ik kan met de koning praten, ik kan fondsen racen, ik kan bidden voor deze mensen. Maar hij zegt, nee, ik ga naar de koning en ik ga de koning vragen, omdat ik mag gaan naar Jeruzalem en iets mag gaan doen voor deze mensen. We hebben altijd allerlei smoesjes om niet in actie te komen. En Nehemia had kunnen zeggen, ik ben geen architect, ik weet niks van poorten bouwen, ik kan geen tekening lezen, ik snap niks van de staal. En ik voel mezelf ook een beetje Nehemia. Ik wist niks van staal, maar God heeft me toch gebruikt. Het is zo mooi, hè? Dat je mag doen wat je niet kunt. En vaak zeggen we, ja, maar ik kan het niet en ik heb geen talenten. Hè? Ik ben geen leider. Maar God heeft ons allemaal tot leiders gemaakt. We hebben allemaal iets wat we kunnen bijdragen. En misschien zeg je, wat ik kan bijdragen is maar zo klein. En Nehemia was maar één man. Maar omdat hij in beweging komt, komt er een geweldig effect. Hij moet een geweldige taak volbrengen, een muur bouwen van zeg wel 4 kilometer lang. En u weet, die muren waren hartstikke hoog. En die muur moest er komen. Want die muur was een teken van afscheiding. Zonder een muur was een stad toegankelijk voor allerlei dingen. En daarom gaan wij met elkaar de muur bouwen. We gaan muren bouwen van heiligheid. Muren bouwen van afscheiding van deze wereld. Muren bouwen waarbij wij die liefde van God kunnen uitdrukken naar elkaar toe. Mensen, wij moeten muren bouwen. Steen voor steen gaan wij bouwen met elkaar aan de gemeente. We hebben elkaar allemaal nodig. Nehemia zegt, we gaan eraan werken. Ik ga mijn deel doen. Ik heb een kleine video. Die laat zien van, al kun je heel weinig doen, het is zo belangrijk. Dat kleine beetje wat jij kan doen, kom tot actie en laat God je gebruiken. Iemand stuurde me deze video toe. There was this woman who after long hard days at work, still found the time to put together meals to go out and give to the homeless. One day, she was out passing meals, and a businessman happened to notice what she was doing. The businessman approached her, and for the first time in her life, she questioned whether her work was actually making a difference. Hey, I'm sorry, but do you realize how many homeless people there are in the world? Do you really think your work is making any kind of a difference? Excuse me, ma'am.
Thank you. I'm just gonna go to bed hungry tonight. And I prayed to God to send me some food. And when I opened my eyes, you were there. God bless you. God bless you too. Well, it made a difference to him. Every day, we all have an opportunity to make a difference. But with as many problems that are going on in the world, it's hard not to think, how much of a difference can I really make? How is my one small action actually going to change anything? This is especially true when talking about massive social problems like taking on world hunger or homelessness. But what's important to remember is that you don't need to solve the world's problems. You don't need to solve the country's problems or even your city's. But if you just focus on helping to solve one person's problem, to make even a small difference in just one person's life, to that one person, it could mean the world. So remember, if you can just make one person smile, laugh, or feel loved, and treat them with kindness and respect, then you have made a difference. Amen. Er is een prijs te betalen als wij gaan informeren naar de welstand van anderen met ons hele hart. Amen. Dan is het geroepen, zijn we geroepen om ons te vereenzelvigen met de nood. Als je inderdaad zegt, Heer, ik wil meevoelen wat die ander voelt. En ik ga naast hem staan. Zo mooi in het boek Ezechiël. Hè? Hij zegt, ik zat waar zij zaten. Soms kun je niks zeggen. Hè? Als iemand een geliefde heeft verloren, een overlijdensgeval, kun je alleen maar zitten en met die persoon meevoelen. Want woorden zijn zo leeg. Hè? Je kunt het vaak helemaal niet begrijpen. Elk persoon is ook weer heel anders. De een is gevoeliger dan de ander. En we kunnen nooit met de vinger wijzen, maar je kunt naast iemand zitten en met hem meehuilen. Je vereenzelvigen met de nood van de ander. Dat is wat Nehemia deed. En hij bad, hij deed voorbeden met zijn hele hart. Hij vereenzelvigde met hun nood. Weet je, je kunt pas bidden voor iemand als je echt je één maakt met zijn probleem. Als je zijn pijn voelt, als je zijn afwijzing voelt, als je zijn nood voelt, dan heb je pas die explosion of compassion, waarbij de liefde van God door je heen stroomt en die ander ook echt genezen gaat worden. Het is zo belangrijk om voorbeden te zijn. En de Bijbel zegt, Jezus of God zegt, ik heb onder hen gezocht naar iemand die op de brest wilde gaan staan. Iemand die tussen beiden wil komen en zegt, Heer, ik laat u niet gaan tot u deze persoon zegent. Heer, ik voel met hem mee. Maar tot slot, hij had zoveel bewogenheid dat hij ook bereid was om actie te ondernemen, om te gaan naar Jeruzalem. Hij vroeg aan de koning om allerlei hulpmiddelen om te kunnen gaan. En wat ik al zei, ons gebed is geen substituut voor werkeloos te blijven. Als we allemaal verlangen naar een gemeente met muren intact, met de poorten. Poorten spreken over autoriteit. Als de poorten op hun plaats zijn, de autoriteit van God in ons midden, de muren intact, er is een duidelijke afscheiding tussen ons en de wereld. We zijn anders, we zijn kinderen van God, we leven in heiligheid, in reinheid, we zijn vol van de liefde. Als er een onderscheid moet komen, mensen, dan zullen wij met elkaar aan gaan werken. En zeggen, Heer, ik ga niet alleen maar adviseren, maar I want to be involved. Heer, ik neem een stap van geloof. Heer, ik kan niet veel, maar ik kan op de crash. En misschien zeg je, ik vind zondagschool zo moeilijk. Maar de crash is niet zo moeilijk. Het is alleen maar luiers verschonen en de baby stilmaken.
Ik kan niet veel, maar ik kan wel hier komen schoonmaken. De kerk moet elke week worden schoongemaakt. Heer, ik wil op de parkeerplaats staan om mensen uit te nodigen. Om ze te begeleiden naar de kerk. Ik wil de liefde van God tonen. Ik wil niet een kliekje hebben als ik naar de kerk kom. Weet je, vaak zijn we met ons eigen kliekje bezig. Heer, ik wil gaan naar die persoon waar niemand mee spreekt. En ik wil me de liefde van God gaan laten zien. Ik wil hem opvangen. Ik wil informeren naar zijn welstand met in mijn achterhoofd, als er een nood is, ga ik die nood ook oplossen. Ik ga voor die persoon bidden, maar ik ga ook actie ondernemen om die persoon echt te helpen. Mensen, zo kunnen wij met elkaar werken aan onze gemeente. We zijn bezig met de reorganisatie en ik wil u allemaal oproepen te bidden. Bidden, Heer, laat onze gemeente nog veel mooier worden, veel krachtiger. Heer, laat uw heerlijkheid openbaar worden. Laten wij alle dingen die storend kunnen zijn voor onbekeerde mensen, dat wij die wegdoen. Weet je, een onbekeerde die hier pas binnenkomt en hij ziet, hij staat helemaal alleen en wij allemaal gezellig met ons kliekje, die denkt, hier hoor ik niet thuis. En ze zeggen wel eens, iemand die voor het eerst komt in de kerk, heeft na de eerste 7 minuten al besloten of hij terugkomt of niet. Daarom is het zo belangrijk dat op de parkeerplaats jongelui zijn met een smile, die ze ontvangen, die ze binnenbrengen in de gemeente. Hè, die ze begeleiden aan hun stoel, die ze wijzen waar de crèche is en de toiletten. Al deze kleine dingetjes zijn zo belangrijk. Hè, de liefde die wij mogen laten zien als je hier komt. Hè, maak een praatje met de ander, informeer naar hun welstand. Hè, bid voor ze, hè, laat ze zien dat je vol van Gods liefde bent. Mensen, wij kunnen een hemel op aarde creëren. Hè, mensen zoeken naar een huis waar God aanwezig is. En wij komen hier en we zijn alleen met ons eigen interesse bezig. Ach, ja, vreemdelingen praten, dat is zo moeilijk. Laat me gelijk praten met degene die ik al ken. Nee, we zijn hier niet voor onszelf, we zijn voor elkaar. En dat zijn allemaal elementen die wij willen gaan werken als gemeente. Als stuurgroep willen we werken dat de gemeente een plek wordt waar zo heerlijk is dat niemand, dat iedereen hier wil zijn en zeggen van wauw, ik mis geen enkel zondag. Neem een voorbeeld, ik ben er elke zondag. Laten we betrokken zijn. Amen. Ik wil nog sluiten met dat mopje. Je weet wel van die stoet werkelozen in Amsterdam. Ze waren allemaal aan het protesteren. Wij willen werk, wij willen werk. Ze waren allemaal zo zielig dat ze geen werk hadden. En er stond zo'n rijke meneer, zo iemand zoals een beetje Ad Kolen, zo'n ondernemer, die stond daar en die zegt, hey kerel, jij, ik heb een baan voor jou. Hij zegt, waarom net ik, meneer? Er zijn zoveel anderen. Ja. We willen werken, maar willen we ook inderdaad iets doen. Amen. We mogen die uitdaging aannemen vanmorgen en zeggen, Heer, we willen samen als gemeente informeren. We willen ons ook vereenzelvigen, we willen bidden en we willen iets gaan doen aan de noden. Zullen we dat gaan doen? Gaan we samenwerken aan de gemeente? Houston, we have a problem, but we're going to solve it together. Amen? Laten we danken. Vader in hemel, dank u voor deze morgen, dat wij met elkaar mochten mediteren in het boek Nehemia. Heer, dat wij mogen leren deze lessen. En elkaar mogen aansporen om samen een gemeente te zijn zonder vlek of rimpel. Een gemeente waar uw tegenwoordigheid zo krachtig aanwezig is. Waar mensen worden getransformeerd, waar mensen worden genezen, waar mensen worden gered. Heer, help ons om een gemeente te zijn waarbij de duizenden binnen willen komen. Dat wij meerdere diensten zullen moeten hebben om iedereen te huisvesten. Dank u voor uw kracht en voor uw liefde. In Jezus' machtige naam. Amen.